Dames en heren, als deze opname uitgezonden wordt, moet het voorjaar zijn. Vandaag is dat nog niet, het is koud buiten en duur. Maar de zon schijnt en iedereen wil graag in zijn tuin beginnen, maar kan dat nog niet. Maar daarover ga ik praten met Teun Arns van Arns Sierbestrating. En Teun, welkom in de uitzending. Ja. Zou jij jezelf willen voorstellen aan de Wiegse kijkers dat ze weten wie ze in hun tuin houden? Ik ben Teun Arns, ik ben hovenierstratenmaker. 2,5 jaar geleden begonnen met mijn bedrijf. En ja, op dit moment is genoeg werkzaam dat ik fulltime voor mezelf aan de gang ben. Je bent geboren in? Ik ben geboren in Bergharen, opgegroeid verder in Bergharen. En ja, nou ligt mijn werkgebied ook rond Bergharen, ja. Wiegen, Nijmegen. Ja. Maar hoe kom jij nou bij om met hovenier en sierbestrating bezig te gaan? Ja, op een gegeven moment, je ziet mensen die het op een gegeven moment doen. En op een gegeven moment denk ik, lijkt mij ook wel leuk. Ja, ben ik op een gegeven moment bij, moest ik een school kiezen. Ben ik eerst naar Pax Christi gegaan in Druten. En dat was toch niks. Toen ben ik uiteindelijk toch naar de groenschool gegaan in Nijmegen. En ja, dat was toch de opleiding. En toen ben ik verder gegroeid naar MBO. MBO hiervoor hoveniersopleiding gedaan. En ja, toen zodoende ben ik eerst bij een baas terechtgekomen, werkgever. En toen, ja, want jij was de jongste ondernemer van ja, Wiegen, ja, hè? Klopt. Ik ben de jongste ondernemer in de gemeente Wiegen. Ja. Ja, ja. Ja, als starter. Als starter, ja, ja, dat klopt. Ja, en toen zat je nog op school. Ja, toen zat ik nog op school. En na school ben je geen baan gaan zoeken en geen baas gaan zoeken, maar nee, ik ben voor jezelf van school uit heb ik bij een bedrijf gelopen, zeg maar. En daar kon ik ook blijven. En op een gegeven moment ja, ben ik toch de keuze genomen om voor mezelf te beginnen. En eerst voor 3 dagen in de week en toen fulltime. En nou is het zover dat ik... ja, al iemand via het uitzendbureau in dienst hebben, dus ja. Ja, ja. Dus, ja. Wat is nou het verschil tussen hovenier en de bestrating? Het zit allemaal in de tuin? Ja, het zit allemaal in de tuin, dat klopt. Nou, een hovenier dat is specifiek, ja, een hovenier die doet in principe alles. Dus je doet bestrating en beplanting. En een specifieke stratenmaker die zit toch vaak in de wegenbouw, zeg maar. Die doet grotere projecten. Ik zit puur bij particulieren. Particulier gericht, dus ik zit niet in het grote werk, puur in het sierwerk en opritten, siertuinen, zeg maar. En ja, ja. Dus. Maar jij legt tuinen aan? Ik leg tuinen aan. Voor een groot deel doe ik het ook allemaal zelf, in eigen beheer. Voor de beplantingen, specifieke beplantingen, werk ik samen met Jan-Hein Molenaar, van Molenaar, ja? Tuinonderhoud. En die maakt het beplantingsplan en die zet de beplanting erin. En ja, zo kunnen we toch een heel project realiseren. Ja. Ja. En wie zorgt dan voor onderhoud? Als dat doet Jan Heijn. Die neemt Jan Heijn. Dat zelf niet doet. Ja, ja, daar bemoei jij je helemaal niet mee. Nee, de klant belt mij op. En dan geef ik Jan Heijn een sein. En Jan Heijn die zorgt dat het onderhoud wordt gedaan. Ja. Dus die heeft ook onderhoudscontracten. En, ja. Ja. Nou heb ik een nieuw huis gekocht. Of een oud huis gekocht. Maar ik noem dat een nieuw huis. Ja. En daar zijn de tuinen waar ik helemaal niks mee kan. Ja. En dan hoor ik van Teun Arns, sierbestrating, die doet tuinen en ik nodig jou uit. Ja. En wat gaan we dan allemaal... U belt mij voor een gesprek, zeg maar. Dan maken we een afspraak, kom ik langs. En dan bespreken we de wensen van de klant. En dan kan ik ideeën nog aanvullen. Dan kan ik een tekening maken, een schets van de tuin. Ga ik met de klant mee naar steenhandel toe om de materialen uit te zoeken, noem maar op. Op basis daarvan maken een offerte en specifieerde offerte. En dan komt Jan Heijn erbij, die maakt het beplantingsplan erin, het plaatje compleet. En dan kan ik een hele offerte naar voren schuiven. Ja, en ja. Wat heeft nou eerst plaats? De bestrating? Of? Eerst de bestratingen, ja. Ja, ja. Ja. In principe voor de bestratingen wordt wel al rekening gehouden waar de beplanting precies komt. Dus ook met waar de zon staat, noem maar op. Dus ja, Jan Heijn die komt dan ook meekijken als het ware. Maar in principe is eerst het grondwerk en het straatwerk en als laatste komt de beplantingen. Ja. Ja. En gaan jullie dan aan het einde van zo'n project samen nog de tuin opleveren? Of? Ja, in principe, nou, ik lever hem vaak op als ik verder klaar ben, dan is mijn werk zit er een heel eind op. En dan is het voor Jan Heijn vaak nog een aantal dagen en die doet de beplantingen. En dan is het, ja, meestal leveren we hem samen op, ja. Ja. Ja, maar wat houdt dan in, dat opleveren? Ja, goed, dan, ik bedoel, hij is verder helemaal gereed. En als de klant zover ook tevreden is met de afspraken die je hebt gemaakt, ja, dan is het min of meer is eindelijk opgeleverd. Ja. Ja. Ja.
jij bent niet alles gewend aan mondige cliënten, hè? Ja. Vroeger was de cliënt lang niet zo mondig. Hoe vind je dat? Hoe ga je daarmee om? Ja, op zich, ik ben er eigenlijk zo ingestapt, dus ik weet eigenlijk niet beter. Je weet niet beter? Ik weet niet beter, nee. Ja. Ja. Heb jij nou ook wel eens een moeilijke klant, dat jij vindt dat je een geweldig stuk werk hebt geleverd en dat de klant niet tevreden is? Nee, eigenlijk niet. Dat speelt nooit bij arts? Nee. Niet. De klant heeft af en toe wel eens wat opmerkingen of zo, maar daar vaak komen we er samen uit. Dus nooit specifiek dat de klant niet tevreden is. Nee. En maak je veel reclame? Nee, eigenlijk. Of tenminste, ik heb reclame op de auto staan. En in het dorpsblad, of dat is een maanblad op de hoogte. In Bergharen. In Bergharen, Herne en Leur. En voor de rest, mond-op-mond reclame. Ja. Mond-op-mond reclame. En dat werkt goed, want je hebt heel druk. Op dit moment heb ik werk genoeg. Ja. Dat is natuurlijk alleen maar leuk. Ja. Wat zijn de populaire trends dit jaar in de tuin? Op het moment is de keramische tegel, die is erg populair. Dat is een gebakken tegel, zeg maar. En die is slijtvast. De speciale tegel die kun je zowel binnen als buiten gebruiken. Moet je stabiliseren, dus een gestabiliseerd zand moet je hem leggen. En op het moment is de tegel, ik bedoel, kraswerend, wordt niet glad. Behoudt zijn kleur goed. Dus dat is op dit moment wel de trend, zeg maar. Ja, ja. Nou weet maar op zich, de ene klant wil dit en de andere klant wil dat. Er is nog niet zo'n specifieke tegel dat je zegt van die wil iedereen. Maar zijn er nog andere trends? Bepaalde planten? Dat is Jan Heijn. Dat houdt mij heel... Daar hou jij helemaal niet mee bezig. Nee. Dat gaat buiten jou. Dat gaat vaak buiten mij om, ja. Dan hebben wij een aantal foto's. Ja. En dan gaan we het aanleggen van twee tuinen bespreken. Ja. Vanaf de eerste stap tot de laatste stap. Ja. Die foto's komen dadelijk in beeld. En ik neem aan dat jij weet welke tuinen het zijn en wat je gedaan hebt. Als jij daar het een en ander bij wil vertellen, dan kan de kijker naar de foto's kijken. Ja. En dan kunnen ze zien hoe zo'n stappenplan eruit ziet. Ja, prima. Ja, dit is een nieuwbouwproject in Bergharen, toevallig tegenover mij. Dit is een huis begin 2012 eind 2011 opgeleverd. En dit is een tuin moest ik van het begin af aan beginnen, zeg maar. Dus die werd opgeleverd gewoon casco, dus verder niks, geen geel zand of zwarte grond, niks erin. Dus lag niks? Nee, maar niks. Gewoon de oude grond? De oude grond erin. Ja. Dus die heb ik eerst helemaal ontgraven, zeg maar. Ik ben eerst met de mensen ben ik ook wat de mensen precies wouden. En ze wouden een vrij strakke tuin, maar niet te veel onderhoud. En toen zei ik al gelijk van je kunt best de voogdenborders in de tuin brengen. Dus dat brengt iets meer diepte erin. Toen heb ik daar op prijs vandaan heb ik ook een offerte gemaakt. En stenen uitgezocht, noem maar op. En dit is het resultaat. Dit is de oude tuin, zeg maar. Hier is die casco opgeleverd. Ja, dat is gewoon grond. Gewoon grond, oude grond, oude zand. Ja. Hier heb ik hem uitgegraven, zeg maar. Er zit vulzand in. Toen heb ik eerst de bestrating gelegd, de tegels gelegd. Daaromheen heb ik dus een fundering gemaakt voor de volgende bloembakken, voor de borders. Heb ik stapelblokken gepakt om de hoogte te creëren. Heb ik met twee verschillende hoogtes gewerkt. Is toch iets meer speels erin. Daarna heb ik hem afgevuld met zwarte grond, nieuwe zwarte grond voor de beplanting. Achter in de hoek heb ik een hardhouten bankje rijvlonder gemaakt. En toen de graszoden erop. En de beplanting hebben ze zelf gedaan. Ja, graszoden heb je ook gedaan. Ja, graszoden heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb in principe de tuin op de beplanting namelijk weer helemaal opgeleverd. Ja. En jij komt dus bij de mensen thuis, je ziet wat ze willen, dan maak je een ontwerp. Ja. Ga je dan terug naar de klant? Dan ga ik terug naar de klant, vraag ook wat ze ervan vinden. Hebben ze vaak nog wensen waar ze zelf in willen brengen. En dan een prijs daarvan maken of verder. Ja. Heb je ook een website waarop ze heb ik ook. Jouw werk kunnen bekijken voordat ze met jou contact opnemen? Ja. Dat komt dan nu onder in beeld. Ja, dat is www.arensierbestrating.nl. En daar zie je uitgebreide website met allerlei soorten dingen in de tuin, zeg maar.
Ja, zowel dus van de bestratingen tot vlombos. Uit die tuin dat en uit die tuin dat. En dat wil ik zo combineren. Ja. En dan zeg jij, dat is niks. Ja. Laat mij maar, ik weet nu wat je wil. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. We hebben nog een tuin waar we even naar gaan kijken. Ja. Dit is een tuin in Ubbergen. In de 12 Apostelenweg heb ik vorig jaar september gerealiseerd. Was bij een... bij een villa in het bos, zeg maar. Ja? Die tuin die was ook kaal. Die mensen hadden net het hele huis verbouwd. Dus er was verder nog er lag oud gezond achter een oude stenen van 30 jaar oud. Die mensen die hadden te twijfelen tussen tegels, grote natuursteentegels of een vlonder. Alle voordelen en benadelen bij elkaar opgeteld. En toen hebben ze toch uiteindelijk voor een hardhouten vlonder gekozen. Dus het is de tuin zoals die eerst was, zeg maar. Zonder... Ja. Zonder iets erin, zeg maar, in kale tuin. Toen heb ik dus een prijs gemaakt voor een vlonder, een hardhouden vlonder. Ook daar het zandbed weer goed aangebracht. Fundering gelegd waar de tegels op komen. Op die tegels kwamen de onderbalken. En daarop kwam de vlonder te liggen, zeg maar. En dit is de vlonder in de maak, zeg maar. Het is een 17 meter lange vlonder. Bij 6 meter diep. Er is een damwand is er geplaatst om de grond achter te keren. En, ligt die vlonder hoger? De vlonder ligt lager, zeg maar, en de grond die erachter ligt, die ligt hoger. Die ligt hoger? Ja. 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 En anders zou die grond de neiging krijgen om... Om erop te lopen, ja. Dus toen hebben we goed, ook met hardhouten palen en beton, hebben we hem helemaal een damwand gemaakt. En toen is de vlonder een heel eind op sprake gekomen. En toen nieuwe grond aangebracht voor het gezond. En, En wat is hier nou bestrating, afgezien van die vlonders? In principe dus is in deze... Ja, hier in deze, is geen bestrating. Hier is helemaal geen bestrating aangebracht. Nee, dus je werkt ook met hout? Ik werk ook met hout, ja. En ja. Nog andere materialen? Hout, kunststof, zeg maar. Dus je hebt ook kunststofschuttingen, zeg maar. Ja. Dus van alles. Ja. 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 Iets heel anders. Je sport veel. Je hebt veel gesport. Ik heb veel gesport. Je hebt er geen tijd voor. Ik heb er geen tijd meer voor. Vroeger heb ik een hoop gemountainbiked. Heel veel was toen echt een grote hobby van me, zeg maar. En eigenlijk nog wel steeds, maar geen tijd voor. En daar ben ik de vierdaagse, loop ik al vanaf jongs af aan. Was je niet ooit de jongste met deelnemer? Ja, jongste deelnemer. De jongste ondernemer van Wiegje, dames en heren. De jongste deelnemer aan de vierdaagse. Ja. En voor uw tuin en sierbestrating kunt u terecht bij Teun Arends. Ja. Dankjewel voor je komst naar Café Anneke. Graag gedaan. En heel veel succes. Dankjewel. Ik hoop dat het wat waar wordt. Ja, hoop ik ook.